Terwijl de provincies druk bezig zijn met formeren, komt de deadline voor het inleveren van de stikstofplannen steeds dichterbij. Voor 1 juli moeten de provincies de zogenoemde gebiedsplannen inleveren. Den Haag wijst naar de provincie, maar voor hen is er nog veel onduidelijk. Is 1 juli nog wel haalbaar? Wat denk jij? Nou ja, ik denk dat ze op 1 juli wel iets gaan inleveren, maar dat het misschien niet is, niet helemaal uitgekristalliseerd is. Maar ze zijn er wel echt druk mee bezig. Het lastige is natuurlijk dat de huidige provinciebesturen zijn demissionair, zoals je dat noemt. Oftewel, die nemen geen grote beslissingen meer. En zo'n gebiedsgerichte aanpak is wel degelijk een grote beslissing. De enige provincie die tot nu toe iets heeft ingeleverd is Overijssel. Dat was al voor de verkiezingen. Maar ja, alle andere provincies moeten nog volgen. Ja, en ondertussen zijn ze dus aan het formeren. Ronden ze dat dan eerst af voordat ze met de definitieve gebiedsgerichte agenda komen? Nou ja, dat is wel de verwachting. Dat ligt er natuurlijk ook aan hoe snel dat gaat. In sommige provincies ziet het er best wel goed uit. Bijvoorbeeld Zuid-Holland kwam al heel snel. Fred Teven, de verkenner daar, met een advies voor een bepaalde coalitie. Daar is een informateur aangesteld. Dus nou ja, dat gaat goed. Maar er zijn ook provincies waar het een stuk lastiger is. Bijvoorbeeld in Utrecht, waar nu een tweede verkenner is aangesteld, omdat die eerste 24 gesprekken had gevoerd en eigenlijk geen meerderheden kon vinden. Oh, dus dat is in die provincie is dat ingewikkeld? Is dat op andere plekken ook nog zo? Nou ja, Overijssel, daar weten we nog niet zoveel van. Dus daar is het ook ingewikkeld. En er zijn ook een aantal provincies waar intern nog wel wat discussie is. Bijvoorbeeld in Limburg willen ze over links gaan, waarbij de PvdA mee zou doen dan in het provinciebestuur. Daar is GroenLinks dan weer heel erg boos over. Want die partijen zouden toch gaan fuseren uiteindelijk. Dus daar zie je intern ook nog wel wat gerommel. Ja, en in Friesland laten ze elkaar al los, hè? Vandaan GroenLinks. Ja, op veel plekken zie je dat terugkomen nu bij 4 provincies. En dat is opvallend. En PvdA die zegt, we willen ook wat sociale punten. Die kunnen we halen als we wel mee gaan doen. GroenLinks die wil hun groene ambities niet opgeven. En dan zie je eigenlijk precies waar die verschillen in die partijen toch in zitten. Kunnen ze dan eigenlijk wel zo goed samen? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, bij mij in Brabant is het advies van een verkenner, VVD, BBB, GroenLinks en de PvdA. Ja. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat wij een coalitieland zijn. Je moet het toch echt samen doen. En op het moment dat je niet bereid bent om de verschillen te overbruggen, dan kom je er nooit samen uit. Hè? Dat leren wij bijvoorbeeld in Europa. Je moet echt met elkaar werken aan een compromis. Ik geloof dat in Nederland altijd mogelijk is, dat je met elkaar samen kunt werken. Ook BBB met GroenLinks. Ik denk dat BBB ook iets wil doen met aan de stikstofreductie. De vraag is, hoe kom je tot dat gezamenlijk doel? Ja, zodra je bij elkaar aan tafel gaat zitten, dan deel je elkaars ideeën in ieder geval. Dan kun je kijken wat je gezamenlijk met elkaar deelt. Ja, en de ideeën dan, zeg maar, of de provincies waar dus GroenLinks en PvdA elkaar loslaten, is dat dan inderdaad op het verzoek van BBB? Nou ja, dat is omdat, niet per se omdat ze niet met GroenLinks samen willen werken, maar omdat GroenLinks nou eenmaal niet wil voldoen aan de voorwaarden die BBB heel duidelijk heeft gesteld. Namelijk geen verplichte gedwongen uitkoop moet ik zeggen, en 2030 niet. Nou ja, er zijn dus provincies waar GroenLinks daar wel aan wil vasthouden en er zijn provincies waarin ze dat los willen laten. Ja, en ondertussen wordt er dan, een beetje gewacht op elkaar, zou je kunnen zeggen. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk dat debat gezien en hebben we het CDA gezien. Die zei, we willen toch eerst die formaties en het landbouwakkoord afwachten. Maar provincies zeggen dan weer, wij wachten op middelen vanuit Den Haag. Wat is er nou waar? Wie wacht nou op wie? Of wacht iedereen ondertussen op elkaar en gebeurt er niks? Nou ja, daar lijkt het inmiddels een beetje op. Waar de provincies echt behoefte aan hebben is, dat landbouwakkoord moet er komen. Daar moet wel duidelijkheid uitkomen. En er zou een aanpak komen voor piekbelasters. Je kan je voorstellen dat die twee zaken super relevant zijn voor die uiteindelijke stikstofaanpak die provincies moeten formuleren. Mm-hmm. Aan de andere kant wacht Den Haag dan weer op de provincies met wat zij zeggen te kunnen gaan doen de komende 4 jaar. Om te kijken of de doelen die zij hebben gesteld nog haalbaar zijn. Dus wat jij zegt, iedereen wacht een beetje op elkaar, dat gevoel krijg je erbij. Nou ja, en dat is Maries toch precies waar mensen in het land geen behoefte aan hebben. Het is toch juist dat mensen denken, maak eens een keer een beslissing, toch of niet? Kijk, ik kijk hier als gemiddeld geïnformeerde kiezer tegenaan. En dan hoor je toch een soort van weerwar van heel veel politiek spel, compromissen, discussies. En dan denk je toch van, maar wanneer gaat er dan daadwerkelijk iets uitkomen? Ja, en dat in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek ook al laag is, zou je toch zeggen, kom nou op. Ja, kijk, dat is nou ook de reden waarom ik denk, jongens, die doelen, of dat 2030 of 2035 moet zijn, dat is een hele discussie die maar ervoor zorgt dat we niet aan de slag gaan. Ga nu aan de slag, we staan al 2 jaar stil. Help ook de boeren om ervoor te zorgen dat ze gewoon een beter inkomen krijgen. Een totaal onderbelicht probleem rondom die stikstofdiscussie. Boeren in Nederland krijgen echt bijna
ja, weinig, ja, veel te weinig voor de producten die ze maken. Mm-hmm. Zeker in vergelijking met andere landen. Ja, als de boer een betere boterham krijgt, ja, dan hoeft hij ook veel minder te produceren. Dus we hebben echt meer boeren nodig die minder produceren. En dan heb je ook een deel van het stikstofprobleem opgelost. Ja, en die jaartaldiscussie, die zie je nu eigenlijk steeds iets meer naar de achtergrond verdwijnen. Dat komt omdat die provincies, eigenlijk zie je daar ontstaan dat zij kunnen 2030 waarschijnlijk helemaal niet halen. Dat zien zij nu al. Dus mm-hmm. die 2035 komt steeds meer in zicht. En iedereen heeft zoiets, laten we nou gewoon eens gaan beginnen. Ja. Want we kunnen het wel de hele tijd hebben over die jaartallen, maar ondertussen zetten we geen stap. Nee, en om dus te gaan beginnen hebben ze bijvoorbeeld dus ook duidelijkheid nodig over die regelingen die er komen voor boeren, toch? Ja, om een uit te kopen, hoeveel ze dan kunnen bieden. Er zou de hele tijd een woest aantrekkelijke regeling komen, maar we weten nog steeds niet wat dat dan is. Maar waarom weten we dat dan nog niet? Nou ja, er wordt gezegd vanuit het ministerie van ja, de politieke werkelijkheid is natuurlijk veranderd, dus dat wordt even afgewacht. Dat komt door de verkiezingswinst van BBB. Als in al die coalitieakkoorden straks staat, we gaan geen gedwongen onteigening doen, heeft dat ook is dat relevant voor uiteindelijk het doel wat gehaald moet worden, namelijk die stikstofreductie. Dus het zorgt voor allerlei moeilijke kwesties. En wie moet dan nu de eerste stap zetten? Of moeten ze gewoon allemaal nu eerst dus direct maar een eerste stap gaan zetten? Nou ja, die provincies die gaan met die plannen komen en die gaan daarin zeggen, we gaan dit wel doen en dit niet. Je ziet dat zelfs CDA en VVD in provincies die lijn los gaan laten die de landelijke partijen hebben uitgezet. Dus ik verwacht wel dat daar dat zij daar een duidelijke, een bepalende factor in gaan zijn. Straks meer.